Hans Wiegel, goedemorgen. Goedemorgen. Wat betekent het eigenlijk als de belangrijkste vicepremier tegen een andere vicepremier in de treffenzaal zegt: het vertrouwen is weg? Nou, dat betekent einde bericht. Om het maar simpel te zeggen. Je kunt wel elkaar natuurlijk af en toe wat dingen zeggen, maar als je ziet, niet alleen wat u zo pas zei, maar ook wat je in de krant ziet, dat die verhouding binnen dat huidige kabinet, dat is gewoon heel slecht. Dus dat kan misschien wel zo zijn dat daardoor het kabinet bedreigd is. Daar komt het op neer. Als u dit zo leest, hebt u dan nog vertrouwen in het voortbestaan van het kabinet? Nou, ik ook niet zoveel. Je weet het natuurlijk nooit, want iedereen houdt zich weer bezig. En zeker de minister-president zal natuurlijk willen toch proberen nog even door te zetten. Dus het zal nog wel gepuzzeld worden. Maar als je natuurlijk ook naar de inhoud kijkt van alle vragen, nou, dan dat is niet zo plezierig, hè? Want denk aan het asielbeleid, denk aan het stikstofaanpak. Allemaal heel zware punten. En heel veel mensen die zijn zeer kritisch op dit kabinet. En als dan de ene vicepremier tegen de andere zegt: het vertrouwen is weg, zegt u, dat betekent einde bericht. Ja, vind ik wel.